Hallo allemaal en welkom terug voor meer Yoshi's Woody World. Ik zal wel meteen met de deur in huis vallen. Oh, zie verborgen voorwerpen. Kan cool zijn, maar ik wil het eerst proberen zonder krachtbadge. Ik zal wel meteen met de deur in huis vallen. En dat is, ik wilde eigenlijk vandaag twee afleveringen van Yoshi's Woody World doen. Maar ik zie nu dat de camera niet volledig vol is. Terwijl ik hem wel volledig heb opgeladen de vorige keer, dus... Opnieuw problemen met de camera. Ik snap het. Ik speel trouwens ook met Yoghurt Yoshi en dat is... En dat is mij wel bekend, want ja... Ik werk in de supermarkt en dan moet ik vaak zuivel vullen en daar hoort uiteraard ook de yoghurt bij. Dat klonk al even of ik schrok. Ja, ik schrok ook. Ik zag even dat ik van het platform af zou vallen. En dat doe ik ook bijna hier. Ja, zie verborgen voorwerpen. Ik ben helemaal niet aan het kijken waar voorwerpen zijn. Hè. Nee, ik maak alleen rare strepen zo. Ja, dit schiet niet op. Oké, misschien ik ga terug. Ik denk dat dat misschien iets is. Nope. Dan moeten we omhoog, maar ik heb geen eieren meer. Oké, nu ben ik dus af. Oké, misschien niet. Ik zie hier wat. Ik zag ook daarboven wat, of zag ik dat mis? Kan ik een hele steen maken? Ja, dat kan ik. Zijn al die rode stempels? Oké, misschien niet. Oké, ik mis die rode. Waar zijn? Oké, hier sta ik veilig. Oh, laten we even wat meer babyvogeltjes halen. We hebben wel de oppasser nog niet gezien, of wel? Ik weet of we de oppasser al hebben gezien. Ah, hier is de oppasser. Oké, je kunt hem niet likken. Kunnen we erop springen? Ja. Ah, en dan stopt iedereen met haar volgen, zo te zien. Hè. Wat is hier te zien? Niks. Wat is daarboven te zien? Ja, ik zag dat daarboven. Oké, dat is de eerste bloem, denk ik. Wat is dit? Oh, maar ook hier moet wat zijn, denk ik. Oké, hier is niks. Laten we verder gaan. Ja, dat bedoel ik. Wat de bloem die we net hadden, was dat de eerste bloem? Ik weet het eigenlijk nu al niet meer. Oké, mooi zo. Hommel, nee, hartjes, ook goed. Ja, dat is wel een beetje irritant. Daar is wat beneden of niet? Oké, misschien ook niet. Wel? Oké, is duidelijk iets. Oh, dat gaat er gewoon recht doorheen, hè? En dat zijn nogal veel diamanten. Oké, misschien hoeft dat niet per se gezegd te worden, maar... Oké, ziet er dan uit dat we die kan niet op kunnen. Ah, dit is een Koopa Troopa. Mooi, hier is ook wat. Ja, we hebben nog steeds geen wonderwol. En dit zijn weer hartjes. Oh, gesproken voor wonderwol. Ah, ik dacht nog dat ik hem raakte. Wat ging er mis? Kun je hem niet verslaan? Nee, je kunt hem niet verslaan met dat.
Daarvoor hebben we jou nodig, Koopa Troopa. Oh. Nee, je moet die Koopa Troopa pakken. Waarom doet hij nou... Oké, gelukkig heb ik een herkansing. En nu heb ik dus geen herkansing meer. Misschien kan ik een brug over de Brianbrand maken. Ik twijfel het eigenlijk. En dat gaat dus inderdaad niet. Alsjeblieft, stuur me deze kant op. Dank je. Oké, dat was niet hoe je het moet doen, maar ik heb in ieder geval de wonderwol. Ik heb helemaal niet geen idee hoeveelste dat nou eigenlijk was. Oké. Laten we dat even nu doen. Laten we hopen dat die piranjeplant geen geheim verbergt. Oeh, hebben die veel geheimen? Ik heb niks. Oh, ik heb wel wat. En dat is de tweede bloem. Dit is de tweede bloem. Oké, dus misschien... De wonderwol wat ik heb is misschien de eerste wonderwol. Oh, wacht. Een Koopa. Ik kan jou gebruiken trouwens, by the way. Ik weet niet zeker meer waar die piranha plant is. Oké, hier is hij. Mooi. Ah, niet zo mooi. Oké, nu kunnen we kijken wat hier is. En daar was helemaal niks. Dus het was nergens voor nodig om... Een checkpoint, dat kunnen we heel goed gebruiken op dit ogenblik. Oké, ik wil nu weten wat er boven is. Ik zie iets daarboven. Oké, waarschijnlijk niks, moeten we het van hier aan de andere kant proberen. Via deze kant misschien. Is trouwens wel een bloem. Oh, één piranha plant ligt te slapen. Maar nu niet meer. Is nou klaar wakker. Ja, oké, dit was dus echt niet zo moeilijk om die bloem te... Ja, we gaan zo alweer terug. Maar het was echt niet zo moeilijk om die bloem te pakken. Dan dat is... Nee, oké, de moeder wandelt er niet zomaar vanaf. We stelen zijn baby's eigenlijk daar. Hey, Wonderwall. Ah, dat is hoe je bij de Wonderwall komt. Ja, ik heb besloten eigenlijk gewoon alleen maar omdat... Oké, dat was... we missen de eerste Wonderwall. Dus we missen wel degelijk een Wonderwall. Ja, ik zie wat jouw plan was. Nou, gelukkig heb ik een klein beetje scheef gemaakt. Neem aan dat die dan ook geen geheim hebben. Oké, dat is misschien niet zo handig geweest. Je kunt hier niet zomaar doorlopen. Dat is wel een ding wat zeker is. Ik denk dat je weet hoe je die bloem krijgt. Let op. Dat was dus niet moeilijk. Helemaal niet moeilijk. Alhoewel, het was even wat puzzelwerk. Maar tot dusver heb ik alle bloemen. Ik geloof ik eigenlijk liever alle wonderwol heb. Maar goed. Oh, oké. Dat kwam uit niemands land, zullen we maar zeggen. Auw! Oké, dat was niet echt erg wat je daar deed. En we hebben voor het eerst eigenlijk een bolbol in deze aflevering. Maar nu niet meer. Oké, ik zie het al.
Oh, wacht, die moeten we pas maken als die begint te rollen. Ik snap het. Snel! Veel te traag. Veel te traag. Dus we weten nu waar de Wonderwall is, maar we komen er niet aan, hè. Maar konden de kuikens niet door dingen heen doorheen gaan? Nee, op. Wel, ik weet op zijn minst waar het is. Ik heb checkpoint eigenlijk, dus waarvoor eigenlijk ook niet. Oké, dat zal maar meteen bij zeggen, dat was een expres. Maar dan... Oh, ik moet wel iets hebben trouwens. Nooit. Ja, ik moet inderdaad zo'n kuikentje hebben. Waar komen ook aan de kuikentjes? Hier. Oh, hier zijn ook kuikens. Oké, ik ga het nu eerst zo maken en dan... Oké, dit is niet goed, want ik raak het meteen. Ik denk dat als je het meteen openmaakt, dat je het dan haalt. Hopelijk klopt dat. Oké, rol. Haalt hij niet. Aan de andere kant kunnen we dit niet resetten ofzo. Want als ik hem terug ga, doet het zich dan resetten? Hij doet zich dan resetten. Oké, niet helemaal wat ik bedoelde. En nee, hij gaat rollen ook niet omhoog. Doet hij? Nee, hij rolt niet omhoog. Ah, je moet ook zo snel zijn. Eerst, ik ben er dus vrij zeker van geworden dat je eerst... Dit is weer niet goed. Oh, kijk. Misschien moet ik hem in de spiraal of vrij hoog maken, dat hij ook sneller naar beneden valt. Kijken of dat werkt. Ja, sneller, sneller, sneller. Haalt hij. Mooi, ik denk ook niet dat dat de juiste manier was. Ik denk dat je de bedoeling is dat je eerst hem bevrijdt en dan dat ding maakt. Maar hoe dan ook, ik had geen dag dat ik dat behoor, maar blijkbaar niet. Maar hoe dan ook wilde ik zeggen, ik klaag niet. Ja, we hebben de koepertroep uiteindelijk ergens voor nodig. Misschien eigenlijk alleen maar om verder te komen. Ja, ik denk eigenlijk alleen maar om verder te komen. Of voor die planten daar. Alsjeblieft, spuug me de andere kant uit. Waarom? Oké, ja, dit wordt niks, dus. Jammer genoeg moet ik nu weer opnieuw. Ik ben er bijna zeker van dat ik die bol opnieuw moet hakken, en dat is ook zo, hè. Oké, ik denk dat dat niet stil genoeg is. Nee, dat is zeker niet stil genoeg. Oké, dat is wel heel stil. Sneller, sneller, sneller haalt hij je. Ik heb een manier zijn om dat misschien over te kunnen slaan. Kom, kom.
Ouch. Stomme plan toch. Oké, ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan, maar hoe dan ook. Ik klaag niet, en nu heb ik niks. Oké. Maar dat moet misschien de laatste Wonderwall zijn. Hoe dan ook, dit level is voltooid en staat nog op camera, dus... Ik heb voor de verandering wel alle bloemen, dat komt niet zo vaak voor. Hoe dan ook, ik wil wel weten wat voor... De yoghurtjuice heeft trouwens wel alle kleuren van de regenboog op de achterkant. Terwijl yoghurt normaal maar één of twee bepaalde kleuren zijn. Ja, want vruchtenyoghurt of... Oh ja, dit is toepasselijk. Dit is wel heel toepasselijk met het level. Ze laten ons natuurlijk expres nu dit bonus level spelen. Ik ben er nog slecht in ook eigenlijk. Maar laat hem daar maar zitten. In dat citroen blijft helemaal alleen over in het hoekje. Citroenjoghurt heb je volgens mij trouwens ook. Ja, omdat het normaal eigenlijk maar één bepaalde kleur is en geen vier. Ik ken geen yoghurt wat in vier kleuren bestaat. Maar goed, dat maakt niet uit. En we spelen het volgende level vrij. Oh, weer in een grot. Ik hou niet zo van die grotlevels. Ik vond Wereld 3-5 wel een leuk level. Dat moet ik eerlijk wel... Moet ik wel... Ja, wat zeg je? Stamppalen parcours. Oké. Okay. Maar ja... Plan was eigenlijk vandaag, maar... Dat gaat niet lukken helaas, dus... Wat ik wel probeer te doen is offscreen bolle wol nog te verzamelen, zodat we wel met de nieuwe Yoshi Wereld 3-6 induiken. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.